Mijn naam is Waldo van Faber, ik ben hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij staan hier vanavond met een licht buitje op de bol, staan wij bij een van de vier grote vispassages die wij hebben. Het is de eerste avond dat wij op glasaal gaan monitoren. Wij vinden het heel belangrijk dat vis vanuit zee naar binnen kan trekken en van binnen naar buiten kan trekken. En achter ons is het gemaal van Katwijk. Dat monitoren van de vis, dat doen wij al vanaf 2000, dus al 20 jaar. Het is een feestjaar wat dat betreft voor ons. Op 16 mei vinden door heel Nederland op Wereldvismigratiedag vinden allerlei gebeurtenissen plaats die migratie om daar aandacht voor te vragen centraal stellen. Wij doen dat dus ook.